Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR, en met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast kanaal. Dokkel is vandaag, tien jaar nadat het opgericht werd, een vrij bekende naam in ons land. Het wordt door twee op drie gezinnen gebruikt en daarmee is de digitale archiefkast al goed ingeburgerd bij particulieren. Je kan er documenten, facturen en loonbrieven bijhouden en beheren. En het doet ook dienst als administratieassistent, zodat je geen enkele betaling mist en alles wordt veilig opgeslagen in een digitale kluis. Ook HR is op zoek naar meer efficiëntie en meer digitalisering van haar administratie. En bovendien staan HR-professionals onder druk om zorgvuldiger om te gaan met de data van hun medewerkers. In een driedelige podcastreeks ga ik in gesprek met Bram Lerouge, CEO van Docco. Ik ga met hem de employee journey doorlopen en aftoetsen in welke mate in elke fase tijd bespaard kan worden door processen en workflows te digitaliseren, waardoor het HR-team tijd wint en ontzorgd wordt. En in deze eerste aflevering keren we terug naar het hoe, het wat en het waarom van Dokkel. En ik ga op zoek samen met Bram waar die efficiëntiewinst dan concreet zit. Welkom. Goedemiddag, dag Bram. Goedemiddag. Alles goed met jou? Alles goed, hallo. Ik zit hier in Leuven vandaag, hè? Ja, in, uh, ja. waar jullie uh, gehuisvest zijn. Dus we uh, zijn met de trein gekomen. Jullie zitten vlakbij het station. Dus Dat is inderdaad handig, hè? de volle 50 meter ja. stappen. Voilà, ja, die heb ik inderdaad gestapt. Het was heel dichtbij, klopt. Uh, Bram Dokkel is uh, net geen tien jaar geleden ontstaan uh, in de schoot van, uh, van een aantal grote organisaties die allemaal los van elkaar op zoek waren naar meer efficiëntie en ja, meer digitale manieren hè, om documenten te archiveren, te beheren. Vertel, vertel eens hoe dat, dat precies in zijn werk is gaan toen. Ja, dokkel is inderdaad ontstaan vanuit Acerta, CM en Telnet. Dat zijn drie totaal verschillende organisaties in totaal verschillende sectoren. Maar eigenlijk, ik werkte voor een van die organisaties en wat dat we zagen was dat de behoefte van mensen om echt mee te kunnen in digitaal werken, die, zijn nogal, die waren nogal hoog. Mm -hmm. en wat bedrijven zagen was dat. Als je enkel voor één bedrijf die hele investering moet doen. om die goede ondersteuning voor, uh, voor klanten uh, of medewerkers uh, te bieden. dan kostte dat heel veel geld. Vandaar mm. dat het idee op een bepaald moment ontstaan is. om dat met een aantal bedrijven samen te doen. en open te stellen naar ieder bedrijf in België. En zo ja. is eigenlijk Dokkel ontstaan vanuit de schoot van drie organisaties. Maar is het ook vanaf dag één opengesteld. naar alle ja. organisaties die dezelfde behoeften hebben? Mm. Dus eigenlijk elke. Organisaties ook dan durven ja, zeggen. Elke ja. organisatie heeft klanten, medewerkers, uh, leden, eh, mm -hmm. ze noemen het allemaal wat anders, ja. maar heel veel mensen die eh, van organisaties belangrijke documenten of in het kader van administratie en dienstverlening moeten krijgen. Dus inderdaad, iedere organisatie eh, die, uh, die belangrijke mm -hmm. boodschappen naar externe stakeholders moet brengen, die heeft eigenlijk behoefte aan een, een veilig ja. en een goed platform. Oké, okay. zeg even, waar komt die naam dan in het logo, Dokkel? Die naam is een, hele, een heel verhaal geweest. Hè? Want dat is natuurlijk op het moment dat je zegt we gaan een organisatie starten, heb je een naam nodig. Hè? Dus we hebben toen met een marketingbureau samengewerkt, die ongeveer 50 namen hebben eh, mm -hmm. gegeven. En eigenlijk vond ik geen enkele naam goed. <laughs> okay. Maar, hè, maar, mm -hmm. maar wat dat, een van de namen vonden we wel hè, erbovenuit springen, dat was dan Dokkel. Hè? En waarom vonden we Dokkel goed? Omdat het, uh, het gaat natuurlijk over documenten. Mm -hmm. Documents, uh, document clé. Dus uh, in yeah. alle talen paste het wel. En het was ook iets wat, uh, wat gemakkelijk een werkwoord werd. Hè. Zoals ik, uh, ik heb iets gegoogeld. Ah, yeah, in ik Dokkel ik kan je iets dokkelen. Hè. <laughs> Waardoor het eigenlijk uh, bleef snel hangen. Het, was, uh, het paste in het soort uh, zaken mm -hmm. die we doen. Dus Dokkel is dan... Uiteindelijk gekozen, en gaandeweg heb ik eigenlijk ontdekt hoe sterk de naam wel is. Ja, oké, okay. mooi. Um, en, en het logo dan, de visual daar? Ja, het tegen. logo ook ja. daar weer. Hè, als je kijkt naar het logo van grote organisaties, mm -hmm. hè, neem bijvoorbeeld Google, dat is eigenlijk een gewoon uitgeschreven naam, ja. heel herkenbaar. De D komt ook redelijk vroeg in het alfabet, wat altijd goed is als je alfabet is. Daar is ook over nagedacht. Ja. Maar het logo is eigenlijk ja, een, een gevolg van de naam. Ja. Um, en is rond omdat we dingen toegankelijk willen maken mm -hmm. en is ook veelkleurig omdat we wilden laten zien dat het voor eender welk soort organisatie die elk een andere kleur kiezen yeah. als uh, brandingkleur, dat het voor elke mm -hmm. organisatie eigenlijk van toepassing is. Ja, knap. Nu, um, drie jaar geleden, je bent eigenlijk al, al tien jaar aan boord, zelfs als, als CEO uh, van Dokkel. Drie jaar geleden kwam het bedrijf in handen van Telenet en, uh, en Isabel. En dat was ook zo'n beetje een, een logische en een evidente stap, heb je, heb je mee aangegeven. Ja, inderdaad. Uh, ja, voor mij, hè, om CEO te worden, ik werkte toen bij een van die mm -hmm. organisaties. Um, en op het moment dat Dokkel eigenlijk een soort spin-off geworden is mm -hmm. van die organisaties, ja, vond ik de uitdaging fantastisch om aan ja. te nemen. Hè. Het was, op dat moment was Zoomit de enige mm -hmm. grote uh, oplossing die eigenlijk enkel over facturen ging, terwijl we uh, administratie yeah. gaat over meer dan facturen. Hè. Kijk naar de loondocumenten. En ik ben wat ondernemend, hè. dus ik vond het gewoon echt een fantastische mm -hmm. uitdaging om de uh, stap naar Dokkel te zetten. En ondertussen, ja, drie jaar geleden is Isabelle in het aan de gekomen. Zoomit was de uh, grote partij toen wij opstarten, maar na een paar jaar hebben wij Zoomit voorbijgestoken. En vandaar dat we ook uh, vorig jaar Zoomit hebben geïntegreerd ja. in ons platform en dat wij nu de klanten mm -hmm. van Zoomit aan het uh, bedienen zijn. Oké, okay, all right. Nu voor de mensen, alhoewel dat ook inderdaad wel al breed ingeburgerd is, voor de mensen die het nog niet kennen of die het misschien kennen, maar nog niet goed genoeg wat, wat het precies allemaal doet en kan. Hoe, hoe werkt het dan hein, voor particulieren? Ja, eigenlijk dokkel, dokkel wordt wordt uw, uw assistent voor uw persoonlijke administratie. En persoonlijk kan zijn zowel particulieren als zelfstandigen, mm -hmm. die toch ook dikwijls, een ja. heel persoonlijke administratie voeren. En eigenlijk is dokkel heel, heel eenvoudig. Je downloadt de app, je moet één keer een verbinding maken met mm -hmm. al uw leveranciers. En vanaf dat moment komen al uw belangrijke documenten komen automatisch toe op je mobiel toestel of in uw online account. En die komen allemaal samen, die worden daar levenslang gearchiveerd. Mm -hmm. Als je verandert van leverancier, dan verlies je ook geen documenten omdat oh, je geen ja. toegang ja. meer hebt tot de, mm -hmm. tot de portalen van die leverancier. Dus eigenlijk één keer iets in dokkel zit, kan je het nooit meer verliezen, kan je het altijd terugvinden. En wordt je ook geholpen om niks te vergeten via allerhande herinneringen als je iets moet doen of iets, iets moet tekenen, iets moet betalen. Je wordt eigenlijk verwittigd hè, dat er dingen moeten gebeuren. En eigenlijk zien we dat dat een enorm... Ja, ontzorgend effect heeft mm -hmm. op mensen, omdat heel wat administratieve stress daardoor weg ja, 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 zeker. En hè ook ja. van uh, zaken eigenlijk. Ja, het, het grote overlezen. probleem van een mailbox is dat hè, als ja. je dingen in mail krijgt, hè, ja, heel veel andere eh, ja. spam en andere zaken komen daartoe. En één keer dat dat onder de rand van het scherm verdwijnt dan ja. gaat het uh, uit het oog. En dan is het dikwijls ook vergeten met herinneringen tot gevolg. Ja. Allemaal ja. zaken die mensen niet leuk vinden aan de administratie. En die zeer herkenbaar zijn, uiteraard. Nu, naar een jaar toe kan ook de rol van ontzorger ook opnemen. En dat vanaf onboarding tot, tot offboarding. Hè. Misschien moeten we zo een keer de verschillende fases van die employee journey meenemen. En dan starten met, ja, met de onboarding. Daar, daar komt al heel wat administratie bij kijken. No? Ja, het is zo dat inderdaad een, een werknemer doorloopt heel wat stappen in zijn relatie met de werkgever. De eerste stap is inderdaad, de werkgever moet mensen winnen. Dat is iets wat Dokon niet doet. Maar <laughs> Nog niet, Nee, nee, dat is, nee. Daar, daar zijn anderen <laughs> beter geschikt. Maar één keer dat je dan iemand hebt gevonden, dan begint er inderdaad een, een eerste administratief proces waar dat je informatie, gegevens van die persoon moet, moet verzamelen om het contract te kunnen opstellen, <laughs> om de loonberekening te kunnen op een correcte manier opstarten. En daar heeft Dokkel vandaag de mogelijkheid om via persoonlijke datakluis ja. gegevens te delen met die werkgever, zodanig dat die sneller en met minder last voor de nieuwe medewerker mm -hmm. aan de slag kan. Ja. De volgende stap is dan de ondertekening van het contract. Ja. Dus in Dokkel heb je de mogelijkheid om contracten te laten ondertekenen als mm -hmm. werkgever. Die kunnen ook door meerdere personen ondertekend worden. Dus je kan daar... Ik zit daar wat proces achter, mm -hmm. achter zo'n contract. En dan heb je een medewerker die start. Hè, en dan krijgt hij natuurlijk maandelijks loonbrieven. Ja. En, uh, en, en fiscale fiches en andere documenten. in het kader van de tewerkstelling. Uh, maar daarbovenop hebben wij ook een, een tool die de werkgever kan gebruiken. als hij nog andere documenten ja. wil, uh, wil op dokkel plaatsen. Um, omdat uh, de loondocumenten. die worden typisch door een sociaal secretariaat mm -hmm. bezorgd. Maar daarnaast heeft de werkgever dikwijls nog andere documenten. Die zij ter beschikking willen ja. stellen. Een heel concreet voorbeeld is een arbeidsreglement. Mm -hmm. Een arbeidsreglement moet regelmatig uh, aan de medewerkers bezorgd worden, die daar ook hun akkoord uh, op moeten geven dat ze het ontvangen hebben. Dus we hebben een mogelijkheid om een soort read-and-accept mm -hmm. functionaliteit te ondersteunen. Um, in, specifiek voor transport is er ook zoiets als een prestatiestaat noemen die de chauffeur moet aftekenen ja. om, uh, om, te, om te bevestigen dat hij die, uh, die prestaties heeft, uh, heeft geleverd. Dus, dus uh, loondocumenten en allerhande andere documenten kunnen ook via een tool die wij ter beschikking stellen um, op hoek geplaatst worden. Ja. De volgende stap is dan dat er uh, dikwijls uh, ook documenten van andere bedrijven. Mm -hmm. Iedere HR-organisatie heeft uh, verzekering, hospitalisatieverzekering, ja. groepsverzekering. Uh, dikwijls in het kader van flieten, uh, van wagens, Ik zijn he. er ook weer documenten die uh, eraan gekoppeld zijn. En zo zijn er heel wat leveranciers. En het voordeel in dokkel is dat die leveranciers dikwijls ook al op dokkel zitten, zodanig dat de medewerker niet alleen die documenten van de werkgever in dokkel krijgt, maar ook die maar ook, documenten van die ja. andere organisaties. En dan wordt het natuurlijk heel gemakkelijk ja. voor die medewerker om eh, om om Dockel te gebruiken. Ja, en ook voor HR, die anders volgens mij heel vaak bericht of mail krijgt van de medewerker. Ja, ik ben dat kwijt en hoe kom ik daar ook alweer aan. Dan stuurt het dan een keer opnieuw. Of... Ja, inderdaad. Ja. Wat, wat er dikwijls gebeurt, is dat hè, al, die, al die leveranciers van zo'n HR-organisatie hebben hun eigen oplossing, hun eigen mm -hmm. portaal. Maar, ja. maar, maar ja, voor een medewerker, als die naar zeven portalen moet ja, gaan... Zeven om ja, zeven paswoorden. Zeven <laughs> paswoorden. Iedereen weet wat er ja. met paswoorden gebeurt. Hè. ik kom niet dus, goed. Hè, dus dat is ja. inderdaad iets wat, we, wat, wat je oplost met Dokkel. Ja. Omdat het omdat het een oplossing is waar eigenlijk alle documenten uit uw administratie samenkomen mm. op één plaats en mobiel en online heel eenvoudig uh, toegankelijk yeah. is. Dus dat is eigenlijk typisch in de loop van uh, de mm. werkstelling. En dan helaas is het af en toe zo dat er ook mensen dus een negatieve nee. boodschap moeten krijgen, dat er een aangetekende zending moet gestuurd worden. En ook daar hebben wij een oplossing voor een elektronische aangetekende zending, die eigenlijk voor de medewerker veel gemakkelijker. Aanvaarden is omdat hij mm -hmm. niet meer naar de post moet lopen tijdens de werkuren, maar hij kan gewoon online de zending aanvaarden met yeah. behulp van iets meer. Um, en zo ondersteunen we inderdaad het hele, eigenlijk de hele levenscyclus ja. van een medewerker in de context van zijn tewerkstelling bij een werkgever. Mm -hmm. Ja, en want je zei net uit, datakluis het is, het is de medewerker zelf die eigenaar is van die data ja, die daar ja. dan staat en die dan ook beslist wie welke data ja, mag absoluut. zien. Hè? Ja, 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 ik dus, denk dat dat ook dus, wel belangrijk dus, is. Dus eigenlijk moet je het vergelijken met eh, een organisatie, zou jou een mail sturen met de melding van ik heb uw naam,adres, telefoon, mm -hmm. e-mailadres nodig. Dat komt via mail binnen. Dat weer het risico dat je dat ja. echt toch verliest. Je antwoordt daar dan op via mail weer al. Dus je begint eigenlijk persoonlijke informatie ja. via mail uit te wisselen. Als je die mail uit het oog verliest, hè, dan ja, moet, de, moet de HR weer al eens in een herinnering mm -hmm. sturen om te vragen, kan je dan nog eens bekijken? En in Dokkel is het eigenlijk zo dat je een soort informatieverzoek kan stellen aan, aan iemand, waar je dan zegt, ik heb van jouw naam, adres, ja. telefoonnummer nodig. Dat zit dan dikwijls ook al in Dokkel, ja. omdat die persoon dat heeft ingevuld in zijn... In zijn doccle-account, omdat hij die dikwijls ook al gebruikt voor andere organisaties. Mm -hmm. En dan geeft de medewerker zijn consent om dat te delen. Ja, dus mm -hmm. je, eigenlijk wordt er niks meer via e-mail gedeeld. Ja. En de medewerker heeft totale controle op wat hij wel of niet uh, ja. wil delen. right. handig. Nu, als ik dat dan probeer samen te zetten in het kader van uh, HR-administratie, biedt ook al dan eigenlijk ondersteuning voor ja, al de mogelijke processen doorheen gaan de ja. employee lifecycle, archiveren en, en distributie liever, elektronisch tekenen, delen van documenten met andere instanties, ja. maar ook elektronisch betalen dan, of ontvangen, ja. dat zit er dan ook bij? Ja, ja. dat zien we inderdaad in HR-context ook uh, af en toe. Dus, uh, uh, je hebt uh, dikwijls bedrijven die... Mensen een bepaald deel van hun mobiele kosten mm -hmm. terug ja, vergoeden of als onderdeel ja. van het loonpakket uh, zien. En, in, en, en dikwijls ga je daarover. Hè, als ja. je een ja. beetje meer, meer belt dan, uh, dan gepland. En sommige bedrijven sturen dan een soort uh, betalingsdocument mm -hmm. naar hun mensen om dat verschil uh, te betalen. En dan hebben we inderdaad heel gemakkelijke betaalfunctionaliteiten uh, ja. die u eigenlijk met enkele kliks toelaat om te betalen en je moet niks in, in zitten overtypen in in bankapps. Alle, alles mm -hmm. gaat eigenlijk op dezelfde manier als dat je online iets koopt. Ja, mensen zullen zich afvragen waarom dat dan niet iedereen dat al gebruikt. Uiteindelijk, als je het vertaalt, het gebruiksgemak, de tijdswinst. Ik hoor HR-professionals heel vaak uh, klagen en terecht van dat er heel veel administratie komt, heel veel rapporteringen, heel veel, waardoor ze eigenlijk niet met de essentie kunnen bezig zijn. Dus ja, als ik dit hoor. Nee, en ik denk, ik denk dat, er dus zijn verschillende redenen, en ik denk dat het soms nog onbekend is, wat ja. de mogelijkheden allemaal zijn ja. voor een uh, HR-organisatie. Twee, uh, dikwijls uh, hebben mensen ook schrik van het technisch uh, traject om, ja. uh, om de stap te zetten, maar ook daar, uh, via de sociale Secretariaten komen eigenlijk al automatisch alle, of kunnen alle documenten mm -hmm. uh, zonder, enige, zonder enig project op de dokel uh, komen. Um, en daarnaast hebben wij ook uh, vorig jaar een tool uh, in het leven geroepen waarmee een HR-medewerker me zelf ook zonder ontwikkeling documenten op Dokkel kan, uh, okay. kan plaatsen. Dus er zijn verschillende manieren om zonder ontwikkeling uh, te starten. Mm -hmm. um, en dat maakt dat het, uh, dat het meer en meer ingang uh, begint Kunt te vinden. vinden. Maar het is, uh, het, is, het is pas als de HR-organisatie de stap zet om Dokkel te activeren. Dat, het, dat, het ja. ook, dat, dat wij ook die documenten aan mensen kunnen, kunnen bezorgen. Ja. Mm -hmm. um, en dat vraagt wat tijd. Maar ondertussen hebben we denk ik heel veel uh, Belgen die hun documenten ontvangen ja. via Dockel. En meer en meer HR-organisaties die de kracht ervan inzien. Ja en die er ook uh, op inzetten. Misschien nog tot slot. Want Ion, dit kadert uiteindelijk in ja, de digitalisering. We willen dat alles efficiënter en digitaler gebeurt. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten, voor sommige mensen ligt dat nog altijd wel wat moeilijk. Hè? Ja. Als het niet willen is, of soms is het gewoon ook niet kunnen of geen toegang hebben tot wat dan met hen, want worden zij dan ja, uitgesloten als, als, als zij dat niet ja, kunnen? Nee, dus het is, het is, um, het is zo dat ja, als Dokkel doen wij ongelooflijk veel inspanningen om het voor iedereen uh, haalbaar te maken, mm -hmm. hè? dus je hebt, uh, we hebben mobiele apps... Hè? heel veel mensen hebben een smartphone mm -hmm. hè, of een telefoon, hè, dus dat betekent dat het eigenlijk, de, 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 dat, dat verlaagt de drempel aan, yeah. omdat je dikwijls in digitale inclusie, heb je mensen die geen geld hebben om een pc yeah. thuis te kopen of iets dergelijks, dus omdat iedereen wel een telefoon heeft, of toch de meeste mm -hmm. mensen, dat is natuurlijk al een heel belangrijk uh, aspect. Twee, wij zijn ook continu bezig met het optimaliseren van onze oplossing naar leesbaarheid en, en, yeah. en, en, en overzicht, hè, dus dat betekent dat we Vandaag zien dat bijvoorbeeld uh, de online omgevingen worden iets meer gebruikt door mensen die wat minder technisch mm -hmm. uh, onderlegd zijn. En dan zie je dat als je iets moet doen, wordt dat met grote knoppen yeah. getoond uh, in dokkel. Dus, dus we, we, we besteden heel veel aandacht aan wat we zelf doen om te zorgen dat, uh, dat, uh, dat mensen de weg vinden naar het digitale. Daarnaast is het ook zo dat we ook samenwerken met organisaties. Zoals uh, okra bijvoorbeeld. Die geven mm. opleidingen over het gebruik van dokkel. Mm. Wij zitten zo in het standaard lijstje van wat zijn de vijf belangrijkste tools die je moet hebben als persoon ja. die wat. Eh, dus, dus, dus dat helpt natuurlijk ook om, om dat weer op een, op een iets uitvoeriger manier eh, uit te leggen aan, aan mensen. Um, dus wij, wij, wij doen daar heel veel moeite voor okay. om te zorgen dat iedereen mee kan. Maar daarnaast is het ook zo in de HR-context. Ja, als mensen. Eh, Dingen nog op papier willen krijgen, dat kan. In een ja. HR-context mag je niemand verplichten om het mm -hmm. op, op papier te doen. En wij ondersteunen ook de organisaties in hoe kunnen jullie dat nu best naar jullie personeel brengen. Ja. En, maar wat we in de praktijk zien, is dat in, in een eerste fase na opstart zit je heel snel aan 80, 90 procent okay, die het wel ja. activeert, omdat ze het dikwijls al hebben. Ja. Of omdat ze... Het, omdat ze Braaf luisteren naar de werkgever. <laughs> um, en dan heb je die, die, die laatste 10%. En daar zie je dan dat, dat, dat met, met een beetje ondersteuning, dat die, dat die toch dikwijls ook nog de stap zet. Ja. Maar mensen die het willen op papier krijgen, die kunnen die op het op papier altijd. krijgen. En ja. wij kunnen dat ook voor de HR-organisatie doen. Dus, dus, okay. dus als we ja. documenten naar dokkel brengen, gaan we dat proberen digitaal tot bij de werknemer te krijgen. Maar ja. we hebben ook een een, een omni-channel uh, 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 oplossing, wat betekent dat als het niet digitaal afgeleverd wordt, kunnen wij het alsnog op papier... Oké, okay, dus ze dus moeten dat, zich daar eigenlijk ook niet meer om bekommeren. Eigenlijk, dan, uh, ja, de ja. combinatie van Dokkel met die omni-channel-strategie, ja. waar dat je niet alleen op Dokkel dingen kan tonen, maar ook via e-mail dingen ja. kan sturen, of zelfs op papier, dat ontzorgt eigenlijk volledig die HR-organisatie, mm. want hè, en er zijn er heel wat die dat doen. Ze leggen al in uh, te verzenden documenten af in het Dokkel-platform, ja. en Dokkel gaat dan... De meest veilige en optimale Manier, keuze die de medewerker gemaakt heeft, uh, respecteren en gebruiken om dat document tot bij de medewerker te krijgen. Ja. Klinkt als muziek in de oren, zou ik zeggen. Uh, ik kan niet zingen, maar we proberen <laughs> elke dag muziek te maken. Oké, okay, ik denk dat we met deze vele boodschappen deze podcast kunnen afronden. Hartelijk uh, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan, dankjewel. Mm. Dankjewel ook en jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Ja, vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!